Roll another one, cause I'm winning in my photo. Yo gasten, welkom terug bij een nieuwe FIFA 16 Ajax Career Mode. Voordat ik verder ga, wil ik even vertellen dat er deze week minder video's zijn. Ook minder FIFA video's, niet iedere dag. Ik zit namelijk in mijn examenweek en ik wil deze week dus niet te veel tijd gaan besteden aan YouTube. En FIFA video's nemen toch wel aardig wat tijd in beslag. Daarom is deze week even heel anders. Negeer het schema. Dat geldt deze week gewoon niet. Ik zie wel wat ik upload. Misschien zelfs een dagje niks. I don't know. Maar mijn examen vind ik een... School op zich is al belangrijker dan YouTube. Maar examen is een heel stuk belangrijker dan YouTube. Want ik wil natuurlijk wel slagen. Vandaar. Begrijpen jullie vast wel. Zo niet, ja sorry, dan is het jouw probleem. Niet de mijne. Goed, ik ga in ieder geval door deze maandag. Is het dus wel gewoon FIFA. Morgen, dinsdag zal Liverpool zijn. En de rest van de dagen. Ik heb geen idee wat ik ga uploaden. Na deze week zal het allemaal wel weer normaal worden. Maar deze week zelf dus niet. Goed. Dat verhaal is duidelijk. We hebben Heerenveen hier. En Heerenveen, ik ga met de wissels ook zeggen. Maar die zijn ook niet al te fit. Hoe kan dat dan? Nou ja, ik moet sowieso Sint-Juste hier even uithalen. Wie kan ik erin zetten? Wie oh wie? Wie oh wie? Ja, het wordt maar even Riedewald dan. Daar ben ik niet blij mee. Ik wou eigenlijk gewoon een andere reserveverdediger of zo. Maar die heb ik niet, dus dan moet Riedewald maar eventjes zijn ding doen. Oh, mijn meldingen staan nog aan. Dat is lekker handig. Ga ik zo meteen wel even uitzetten. Voor de wedstrijd begint. Goed, we hebben dus Heerenveen en ik ga even kijken. We hebben daarna, daar zie ik Cambuur, maar dat wordt simuleren. Oh, en Feyenoord, dat is interessant. Goed, we gaan nu eerst tegen Heerenveen met ons wisselteam. Let's go! Oké, daar zijn we dan. Tegen Heerenveen en we gaan direct door naar de aftrap. Het is Correa in de aanval hier. Oh, die komt langs de verdediging. Hij schiet. Oh, redding daar. En we komen er niet aan. En dan heb ik die corner. Correa met dreiging. Nouri hier gaat een corner nemen. Kunnen we er iets mee? Ja, we koppen. Maar dat is... Oh, nog een corner, denk ik. Ja, nog een corner. Weer voor Nouri. Dit wordt voor de doelman. Ja. En is de aanval voorbij. Hele zooi ruiten. Dragoos komt uit en zit er gelukkig ook goed tussen. Schot van Heerenveen. Oeh. Op de paal. Hier is de linksback die we huren. Die loopt en die schiet ook. Wordt geblokt. Halilovic pakt hier de bal over. Eens kijken wat we kunnen. Oh. Gaat naar binnen. Schot wordt weer geblokt. Hier is Becker op de vleugel na een ingooi. Moet even vechten. Pasen maar terug naar Van Rijn. Van Rijn gooit de bal de 16 in. Dan wordt er weggekopt van corner. Nouri staat hier weer klaar. Dit gaat richting Younes, die kopt naast. Hier is Heerenveen in aanval. Schot gaat naast. Hier is Becker, die is los. Geeft hem voor, er komt alleen iemand bij. Heerenveen kopt achter. Dus nou hebben we zo een corner gewonnen. Ik vind dat altijd zo'n lompe manier om een corner te winnen. Maar hey, we nemen hem wel. We komen er hier nog niet aan. Daar is een omhaal, wordt geblokt. Oh, hier is een balletje richting Halilovic. Die schiet, wordt weer geblokt. Halilovic wordt altijd geblokt tot nu toe als hij op doel schiet. Oh, Halilovic neemt goed over. Die paas naar Correa. Oeh, oeh, ja, ik dacht al. Oh, als we dat niet raken, dan is er wel iets aparts. Dat was open zowat. Alleen de paas was iets wat zacht. En Correa had er eigenlijk ook op af moeten gaan. Maar whatever. We hebben een doelpunt. We staan 1-0 voor tegen Heerenveen. In de extra tijd van de eerste helft. Is de score geopend. Daar is Halilovic, die neemt agressief over. En dan is daar Correa, die met wat geluk misschien afrondt voor de 1-0. Oh, daar komt Heerenveen in de aanval. Schot. Redding van... Zo, mijn stem daar. Redding van Oh, geen redding van Dragoski. Vrije trap hier.
voor Heerenveen. Dat is op zich een mooie positie. Ik ben benieuwd of ze op doel gaan schieten. En daar is het schot inderdaad. En dat gaat naast. Hier is Grimaldo. Onze linksback. Die geeft voor. Dat is een goede voorzet. En dat is naast. Oh, beter kon die voorzet niet gegeven worden. Maar Correa rond niet af. Hier kan Correa die paas naar Halilovic. Dat is een goede bal en goed afgerond. Halilovic tikt ons naar een 0-2 voorsprong. Op aangeven van Correa die van de vleugel naar binnen ging. Halilovic die goed in die paasje was op tijd. En dan hier, daar trekt Correa naar binnen. Halilovic komt er naar aan lopen. En dan rond hij af. 2-0. Daar is een corner van Heerenveen. Dragowski zit er goed bij. Heerenveen hier op de vleugel. Waarschijnlijk op zoek naar een voor... Oh, dan geef ik ruimte weg. Daar is een schot in de handen van Dragowski. Correa hier. Paas naar Halilovic met een schot in één keer. Dat is de redding. En dan de... Oh, de rebound op de paal. Fischer opende. Wat de hel dat die uittrap. Hier is Correa. Die is los. Pasen naar Halilovic. Open doel. 3-0. Wat een aanval. Wat een aanval. Dit zijn goede huurlingen. Ik raak ze helaas wel kwijt als dit seizoen voorbij is. Maar ze spelen hier wel heel fijn. Halilovic en Correa. Die ik voor nood eigenlijk aan had geschaft. Omdat ik een beetje zonder spelers zat op hun posities. Door onder andere blessures. Maar ze spelen hier toch wel heel fijn voetbal. Je moet naar de vleugel, naar Becker inderdaad. Haal hem uit in één keer. Oh, dat is een kopbal. Oh, wat de... No. Oké. Okay. Ik wil hem eigenlijk keihard op de slof nemen. Even uithalen, maar hij kopt hem binnen hoor, die man. Wauw, niet verwacht. Ik bedoel, het is een aardige afstand dat hij moet koppen. Ik dacht te twijfelen, het misschien ook nog lopen, maar... Kopt hem. Wauw. Verbaasd ben ik. Heel verbaasd. En dan is het einde wedstrijd. Wat stroefjes begonnen in de eerste helft. Met een doelpunt in de extra tijd voor 1-0. Hebben we afgemaakt in de tweede helft. De 3 keer te scoren. En overwinning vast te stellen. 4-0. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd. Oké, we zijn terug op de hoop. Nu de schorsing van Sint-Juste zit erop. Top. Donny van der Beek is blij dat hij mocht spelen. Graag gedaan. Dan hebben we hier weer trainingen. Laten we dat eens eventjes doen. En even kijken. Oh, Riedewald is omhoog. En Mounier is ook omhoog. Netjes, netjes. Dat is mooi. Sivkovic is ook bezig. Bijna omhoog. Nou, hij gaat prima. Hij gaat prima. Gaan we door. Dan hebben we een Cambuur die daar nu op schema komt. Die gaan we dus simuleren. Dat ik al vertel. Bondscoach, houd toch op. Dit is een Ajax career mode. Geen bondscoach iets-achtig dingetje. Dus daarom doe ik dat niet. En ik ga met het wisselteam simuleren. Omdat ik, eens even zien. Basis natuurlijk veel te houden voor Feyenoord en Dortmund. Het wordt even een zwaar schemaatje voor het basisteam. Wat wel gaat gebeuren is dat Sint-Juste terug erin komt voor Riedewald daar bij het wisselteam. Voor de rest staat het prima. Prima, voor de rest staat het goed. Halilovic was een beetje vermoeid nog. Na zo'n lange rusttijd. Oké. Nou ja, dat kan. De wissels staan klaar. En wij gaan simuleren. Nou, ook is het wisselteam, dit moeten ze gewoon kunnen winnen. Ja, 3-0 en daar is Halilovic met een blessure. Meen je die nou? Spelen we voor 7 dagen. Oké, dat valt nog mee. Oh, er is iemand Becker is geschorst. Oh, dat ook nog eens. Nou ja, goed, dat is pech. Dat is jammer. Volgende trainingssessie, daar gaat Sivkovic omhoog. Ga ik van... Nee, dat is toch wat teleurstellend. Nou... Niemand omhoog. Helaas, pech. En dan is hier de klassieker. Jeugdspeler wil weg.
Castaños. Laten we eens even kijken. En er is trouwens ook een mailtje over het jeugdteam. Dus laten we eens kijken hoe dat staat met Castaños. Ismael Castaños, je bent. We kunnen wel even een contract aanbieden. Waarom ook niet? 3 jaar, hup. Laten we even kijken bij de rest. Dat is wel nice. Die ziet er goed uit. Dit ook. In principe. Die kan ik ook gaan oproepen volgend seizoen. Ik kan hem nou al in principe oproepen. Omdat we hem op de leenlijst gaan zetten. Ik denk dat dit wel mooier wordt, denk ik. En. Ah, ik wacht nog even. Whatever. Zo. Nou, Castaños die heeft een contract aangeboden. Want ik wil niet dat hij de zomer vandoor gaat. Hup. Goed, klassieker. Het is wat, het is wat. Er is ook weer een scout-update. Castaños accepteert. Oh, was ik nog steeds bezig met jeugdspelers, ja? Jij ziet er goed uit. Kom er maar bij. En jij ziet er ook goed uit. Kom er ook maar bij. En dan de rest mag weg. Bam. Zo. Mooi. Basisteam. Gaan we klaarzetten. Sinkgraven staat hierin. Maar we hebben dingetje. Die is gewoon compleet fit nu. Waar staat hij? Ziyech. Jou zocht ik. Zo. Hij is uit vorm. Dat is apart. Misschien dat hij niet veel gespeeld heeft. Maar alsnog. Zo. Sinkgraven erbij. En dan staat het wel goed. In principe. Yes, oké. Okay. Nou, op naar de klassieker tegen Feyenoord. Die we een beetje rustig gaan spelen. Want we staan er goed voor in de competitie. Ik wil niet verliezen natuurlijk. Maar ook als ik gelijk zou spelen, dan vind ik het niet heel erg. Want ik ga een beetje rustig inhouden. Omdat ik mijn team vooral fit wil houden voor de wedstrijd tegen Dortmund. Daar zijn we. De klassieker. We gaan door. En we gaan aftrappen. Oh, dat is een vrije trap inderdaad. Gaat de scheids een kaart geven? Lijkt er. Nee. Oké, okay, gelukkig. Geen kaart. Wel een vrije trap op een gevaarlijke plek. Eens kijken wat ze ermee gaan doen. Op doel. Over. Hier is Fischer met een voorzet. Oeh. Wordt wegverdedigd. Krijgen we een ingooi op zich op een mooie positie. Moet er wel iemand vrijstaan natuurlijk. En dat staat er niet echt. Nee, we komen hier nog in balbezit. Ja. Dijks. Oh. Wauw, Dijks houdt vast. Paas naar Sivkovic. Schot wordt geblokt. Ziyech hier. Geeft voor. Oh, en het is een doelpunt. Sivkovic komt binnen. En brengt ons op een 0-1 voorsprong. Voorzetje van Ziyech belandt op het hoofd dus van Sivkovic. We moesten even vechten om die bal daar wel te behouden. En dat was gelukt. En dan komt Sivkovic hem goed binnen. 1-0. Voorzetje weer. Daar komt Sivkovic ook weer met Vermeer zitten tussen. Hier komt Feyenoord in de aanval. Op de vleugel gaan naar binnen. Oh, voorzet. Ze missen. En we verdedigen uit. En dan is het rust. Met een 0-1 voorsprong. El Ghazi hier. Heb ruimte. Oh, wat een schot. Maar de lat voorkomt een doelpunt. Hier is El Ghazi. Die gaat naar binnen. Kan uithalen. Oh. Oké. Okay. Iemand steelt daar een doelpuntje eigenlijk van El Ghazi. En dat is Ziyech, geloof ik, die het is. Pakt daar dus met veel geluk een doelpunt. Ik vind eigenlijk dat hij gewoon aan El Ghazi mag gegeven worden. Het was zijn schot. Maar goed, aan de andere kant, het richting veranderen zorgt er misschien wel voor dat het een doelpunt is. Anders had Vermeer hem misschien gehad. I don't know. Maar goed, nou staan we met 2-0 voor. Sivkovic naar Ziyech. Haalt uit, maar het schot wordt geblokt. Feyenoord weer. Nog een keer een voorzet. Een kopbal. En weer zit Dragowski er goed bij.
Weer Feyenoord nou vanaf de andere kant. Nogmaals een voorzet. Zit, ja, het is weer voor onze doelman. Jezus, ze zetten zoveel druk ineens. Nee! Oeh, goede redding. Corner nu hier voor Feyenoord. Bal gaat de 16 in. Kom op, werkt het nog even een keertje weg. Het is nog niet over. En dan is de wedstrijd voorbij. En winnen we met 0-2. De klassieker tegen Feyenoord. Dan zijn we terug op het hoofdmenu. Gaan we nog even training er tegenaan gooien. Als het goed is, kan Sivkovic nu groeien. Als hij ook maar iets... Oh, hij is al gegroeid. Oh, dat had ik nog niet eens door. Nou ja, maakt niet uit. Prima. Dan was dit de aanval... Of de aanval? De aflevering voor vandaag. Persconferentie, ja, dat snap ik. Diego Rodriguez. Ik weet dat ik niet hoor, maar ik wil echt spelen. En moet misschien eens over mijn toekomst gaan nadenken. Ja, ik wou je eigenlijk verhuren. Maar niemand had interesse. Goed. Dat was het voor vandaag met de video. Zoals ik al zei, minder FIFA deze week vanwege mijn examens. Ik maak gewoon hele lange dagen, waardoor ik geen zin heb om te gaan bewerken als ik thuis ben. Ik zal even snel zeggen hoe lang die dagen zijn. Ik sta om 5:30 op in de ochtend en ik kom 7:00 s'avonds ongeveer thuis. Dus ja, het zijn gewoon behoorlijke dagen voor mij deze week. Waardoor ik uit mezelf wel weet dat ik geen zin heb om dan te gaan zitten te bewerken. En toen dan wil ik gewoon een beetje relaxen en shit. Dus ja, ik hoop dat jullie dat begrijpen. Ik bedank jullie in ieder geval voor het kijken en voor alle support. En ik check jullie bij de volgende video weer. Laters!